Lynn leest als de beste. Aangrijpende lezing Clary Polak. Goed onderhouden sloten. Hartelijk welkom. Mooi dat u nu weer naar de Loe kijkt. Sinterklaas heeft met zijn Pieten afgelopen zaterdag de kinderen op de Hoge Enk, het Harde en in Doornspijk bezocht. De kinderen konden samen met de Pieten leuke spelletjes spelen en dat gebeurde ook volop. Ook ging de Goedheiligman met zijn Pieten in een optocht door de drie dorpen. Natuurlijk werd hij begeleid door de lokale muziekvereniging en de Pietenband, de Peppernuts. Onderweg strooiden de Pieten met pepernoten. Dat vonden alle kinderen natuurlijk heel gaaf. En ze mochten deze keer, voor de slapen gaan, hun schoen zetten. Wie niet bij de optochten in de kernen was, kon in het Pietenhuis in Museum Elburg terecht. Daar was zaterdag voor de kinderen ook van alles te doen. Ze konden er mooie kleurplaten maken, sjoelen, chocoladeletters husselen, pepernoten tellen, pakjes gooien en de staart van Americo op de goede plaats proberen te prikken. Bij het levend ganzenbordspel verspreidden de kinderen zich door het hele museum. Het was een geweldig spannende middag. De nationale voorleeswedstrijden zijn weer begonnen. Een mooie uitdaging voor de basisscholen om de nationale voorleeskampioen in hun huis te hebben. Vorige week deden enkele kinderen uit groep 7 en 8 van de regenboog uit Doornspijk mee. Alle 8 lazen ze heel goed voor. Dat vonden de ouders, de meesters en de juffen. Maar de jury besliste. De beker ging naar Lind Wittingen uit groep 8 en zij mag zich alvast schoolkampioen noemen en denkt mee in de volgende rondes die van februari tot en met april worden gehouden. De voedselbank Elburg Oldebroek deed onlangs een oproep aan deelnemers van de postcode loterij om hun gewonnen Albert Heijn cadeaukaart aan de voedselbank te schenken. Deze actie werd een groot succes. Men ontving maar liefst 148 geactiveerde cadeaukaarten. En van deze kaarten kon voor een bedrag van €1.850 aan producten bij de Albert Heijn worden gekocht. Dat waren vooral producten met een lange houdbaarheidsdatum. Bijvoorbeeld bakken spaghetti, mee, rijst en blikken soep. Totaal zijn er 2404 producten ingekocht die in de komende maanden in de voedselpakketten te vinden zijn. En per week worden er 150 van deze producten uitgegeven. De leerlingen van groep 5 en 6 van Regenboogschool vinden het altijd fijn om op bezoek te gaan bij de bewoners van het zorgcentrum Hart van Torspiek in Doornspijk. Afgelopen week stond weer een visite gepland. De bewoners spelen graag met de kinderen. Ze doen samen gemakkelijke en moeilijke spelletjes. En de ouderen kijken vol respect naar de kinderen omdat ze al zo wijs zijn. En de kinderen keken verbaasd naar de ouderen, omdat ze doordacht en slim speelden. Juf Gerda van Zalk heeft het volgende bezoek alweer in de agenda staan. Menige bezoeker in de bibliotheek Elburg herkende de situatie waarover Clary Polak vertelde. De journaliste gaf een lezing over haar boek Voorbij, Voorbij, waarin ze over haar man schrijft die getroffen werd door Alzheimer. Hoe haar man de ziekte ontkende, boos en angstig was en later steeds meer vergat, zelfs de woorden en de muziek. Maar ook voor haarzelf was het een moeilijke tijd. De gelijkwaardige relatie verdween. En na afloop van de lezing was het publiek in de gelegenheid om vragen te stellen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De lezing werd georganiseerd door de Elburger Boekhandel, de Culturele Stichting Elburg en de Bibliotheek Noord-Veluwe. Op vrijdag 6 december geeft Wilbert Magree een concert in de Gereformeerde Kerk in Doornspijk. De opbrengst gaat naar de Veluwse Wensambulance. Deze stichting probeert de laatste wens van zieke mensen te vervullen. Daarvoor is geld nodig en dit concert wordt al voor de 4e keer georganiseerd. Bij de vorige 3 concerten is al een bedrag van €5.050 aan de Veluwse Wensambulance overhandigd.
Elke bezoeker die een toegangsbewijs voor deze avond reserveert, steunt dit prachtige doel. Het concert begint om 8 uur. De bibliotheek in Elburg biedt toegang tot digitale bronnen op het gebied van onder meer schrijvers, consumententests en verschillende studies. Al deze databanken zijn te raadplegen in de bibliotheek, maar voor leden van de bibliotheek ook thuis. Om digitale bronnen optimaal te kunnen gebruiken, houdt de bibliotheek maandelijks een digitaal spreekuur. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de apps en e-books van de bibliotheek en over de luisterbieb. Het volgende spreekuur is op dinsdag 3 december. En het is de bedoeling dat de bezoekers hun eigen tablet, smartphone of voor vragen over e-readers hun eigen e-reader en laptop meenemen. De sloten in de gemeente Elburg worden goed onderhouden. Bij de laatste controle bleek dat 81% van de aanliggende eigenaren het onderhoudswerk goed hebben gedaan. De 19% die in gebreken bleef, kreeg een waarschuwingsbrief. Hun sloten worden eind november opnieuw gecontroleerd. Onderhoud aan sloten in het buitengebied blijft van groot belang. Het waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen. De zonnebloemafdeling Elburg, Hoge Enk, Doornspijk en Oostendorp heet nu de afdeling Elburg en Omstreken. Deze naamsverandering werd met een gezellige middag gevierd. Er waren maar liefst 60 gasten naar het buurthuis in Oostendorp gekomen en ze werden daardoor 20 vrijwilligers onthaald. De show van entertainer Michel van Grinsven viel in de smaak, evenals het advocaatje met slagroom. En het feest werd pas echt compleet toen alle gasten een rollatorpolonaise maakten. Wilt u er de volgende keer ook bij zijn? Neem dan contact op met Hilda Wijnen, voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Elburg en Omstreken. Het Zusterenkoord Sint Agnes geeft op zaterdag 7 december een adventsconcert in de kapel van het Museum Elburg. Het thema is Nun Komm. Met dit concert wil het Zusterenkoor het begin van de advent inluiden. Advent is een fijne, hoopvolle tijd voor het kerstfeest. Vroeger zongen de zusteren hun liederen in de kloosterkapel. En de eeuwenoude melodieën klinken nu ook nog steeds in het prachtige Elburgse kapel. Het adventsconcert van het Zusterenkoor Sint Agnes begint zaterdag om 4 uur en de dirigent is Grietje Rozenboom, die het koor al sinds de oprichting van 2012 begeleidt. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Museum Elburg. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van afgelopen week. Heeft u interessant nieuws voor dit wekelijks overzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@loumedia.nl. Wilt u alle onderwerpen nog een keer bekijken? Ga dan naar www.loumedia.nl. Wij komen volgende week weer bij u terug met een nieuw weekoverzicht. Graag tot dan!